Goedendag, welkom bij GPTV. Op het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden, onderdeel van OSG Pieter Jellers, loopt tot het eind van het jaar een proef waarbij leerlingen op een revolutionaire manier hun handen kunnen wassen en drogen met de hydrowasher. De handen worden gewassen door miljarden microscopisch kleine druppeltjes van puur heet water in zeer snel stromende lucht. Tegelijkertijd wordt het meeste water weer van de handen afgeblazen. De hydrowasher levert dus een flinke waterbesparing op. Het apparaat is ontworpen door oud-docent van het Stedelijk Gymnasium Jan Melijn. Een revolutionaire manier van handen wassen. Wat is er mis met het stukje shape en de kraan? Nou, daar is niks mis mee. Alleen het kan nog beter. En vooral als je het hebt over duurzaamheid, dan is het handen wassen met hydrowasher is gewoon de meest duurzame oplossing. Je verbruikt maar heel weinig water. Je gebruikt helemaal geen zeep meer, dus er worden geen palmbomen meer omgehakt voor onze zeep. En met name ook het gebruik van handdoekjes, dat neemt enorm af. Heel mooi apparaat, zit volgens mij ook LED-verlichting in, maar dan zou ik wel helemaal fout zitten. Maar hoe werkt het nou precies? Het werkt met microscopisch kleine waterdruppeltjes van heel zuiver water in enorm snel stromende lucht. En die waterdruppeltjes die komen dan met een snelheid van 500 kilometer op je handen. En die hebben een enorme reinigende werking. Maar tijdens het reinigen wordt meteen door de lucht het meeste water alweer van je handen afgeblazen. En daarna hoeven we alleen nog maar even na te drogen. Het lijkt me ook een mooie toepassing in landen waar water heel schaars is. En dan denk ik aan derde wereldlanden waar ja, na schaarste aan water ook de hygiëne vaak te wensen overlaat. Ja, dat is vaak een combinatie die je ziet. Gebrek aan hygiëne en een gebrek aan water. En dan zou dit apparaat daar een oplossing voor kunnen zijn. Ja. We hebben dat er niet voor ontwikkeld. Dus de komende jaren vermoed ik dat we het eerst alleen nog maar in het Westen gaan uitrollen. Dat we de ontwikkelingskosten ook hier kunnen gaan terugverdienen. Maar als het op een gegeven moment toegepast kan worden, dan zullen we daar die stappen wel voor zetten. Ja, want het is een heel mooi apparaat en het is er. U zegt, ik heb dat ontwikkeld. Hoe is u op het idee gekomen en hoe is dan in het kort even het traject voordat het apparaat er staat? Ik heb het bedacht in de periode van de Mexicaanse griep. Okay. Ik was toen onderwijzer, ik was natuurkundeleraar. En ik wilde graag een bedrijf beginnen en dan heb je een product nodig. En toen keek ik om me heen en toen zag ik van ja, dat handen wassen. Dat staat wel enorm in de belangstelling. En ik wou ook graag iets met water doen. Ik dacht van ja, water, handen wassen en drogen in één apparaat. Nou, daar ben ik toen nog verder gegaan. Hoe komt nou zo'n apparaat hier op het Stedelijk Gymnasium terecht? Want ik denk van nou, de primeur die zal wel ergens bij Wetsers en noem ze maar op wat er hier in Leeuwarden is. Waarom hier? Kijk, Wetsers heeft ook aan de wieg gestaan van dit apparaat. Dus Wetsers is ook wel mijn launching customer. Maar ik kom zelf van het gymnasium vandaan. Ik heb hier vroeger op school gezeten. Aha. Ik kom uit Leeuwarden. Ik heb het apparaat in Leeuwarden ontwikkeld. En ik denk, ik wil op zoveel mogelijk plekken in Leeuwarden wil ik dat apparaat hebben staan. En het hangt hier nou als proef om de leerlingen ermee kennis te laten maken. Ja. En voor ons om de reacties daarmee te peilen. Handen wassen. Het is heel gewoon. Ja. Maar hier op het Stedelijk Gymnasium is het best wel bijzonder, hè? Want bij wat voor apparaat staan we? Weet jij dat? Ja, we staan nu bij de hydrowasher. En daarmee wordt het waterverbruik met 99% verminderd. Okay. Is het ook ingewikkeld? Want het haast geen water. Moet je heel veel handelingen doen voordat je handen denkt van nou zijn mijn handen schoon? Nee, er staan stickers bij en daarmee is het heel duidelijk wat je moet doen. Ja. Gebruik jij het vaak als je hier op school naar het toilet gaat? Ik gebruik het altijd elke keer. Ja. Ik vind het veel makkelijker dan met de kraan waar je dat toch elke keer moet opendraaien. Ja. Waar veel bacteriën op zitten. Dus dit is ideaal. Wat is de toekomst van dit apparaat? Het is nu ontwikkeld en nu gaat u de boer ermee op? Ja, het is ontwikkeld. En het is nu, we zijn nu in de fase dat we het gaan produceren en verkopen. We willen de productie zoveel mogelijk hier in Leeuwarden doen. Er worden natuurlijk componenten van extern betrokken, maar de zaak wordt hier dan in elkaar gezet.
En we gaan ook het verkoopnetwerk vanuit hier aansturen. Ja.